Even om te praten over Ovid, is een relatie die zo in 6-7 jaar begon. Ze stapte binnen toen ik bezig was op een Wereldbank jaarvergadering om te zeggen van wie en wat ze waren, dat ze hun diensten aanboden. En voor ons op weg naar ontwikkeling was dat natuurlijk een prachtige gelegenheid. Suriname heeft ter uitbreiding van de energiesector en het verbeteren van gezondheidsfaciliteiten twee leningsovereenkomsten getekend met Abdul Hamid Al-Khalifa, directeur van de OPEC Fund for International Development. Al-Khalifa heeft de hoop uitgesproken dat met dit initiatief verschillende uitdagingen binnen de desbetreffende sectoren overwonnen zullen worden. De ondertekening vond plaats op dinsdag 1 oktober 2019 op het ministerie van Financiën. As we go, and as everybody knows, development journey is not short. It's a long journey, and we will be working with Suriname and on highlighting the best projects to implement. So, with that, I wish you, Your Excellency, and for the government of Suriname, a successful implementation of these projects, and for a good implementation of the development plans in Suriname for the future. Thank you. Thank you. Thank you very much. What we hier straks gaan tekenen is een additionele 6 miljoen die te maken heeft, mevrouw Sandel, met alle equipment dat nodig is. Dus ik denk dat we binnen een paar maanden een state-of-the-art operatiekamer zullen krijgen. Sterke IC-unit met alle nodige equipment. Dus we praten echt wel over een totaal verbeterd academisch ziekenhuis. En we gaan steeds verder, want we hebben een dynamische collega en een zeker dynamische directie in AZ die steeds verder gaat voor verbetering. Het eerste project waarin zij meededen was rehabilitatie, meer zorg uit binnentraject. Daar zijn ze goed in gekomen met geld die er nog nodig waren. Ik denk iets van 30,8 miljoen. OPEC, Fund for Financing of International Development, focust zeer veel op de ontwikkeling van de landen. De sociale vraagstukken zijn dicht bij hun hart. En toen begon in feite de toenadering naar de gezondheidssector. Ik moet zeggen dat zij ons vooral in de moeilijke tijden enorm hebben bijgestaan in support van upgraden. Je bent een paar keer geweest naar het opleveren van de verschillende vleugels van het beddenhuis van AZ. Komt allemaal dankzij Ovid, een beter AZ. Ik wil zeggen ook betere behandeling, betere service. 6 feite gloednieuwe RGD-polies. Ik wil zeggen dat ook in onze strategie van primary healthcare dat een zeer positieve impact zal hebben op alle gebieden. Ik was bij de inauguratie van één van ze in Nikeri aanwezig. Als je het gebouw ziet met de faciliteiten, is echt state of the art. Dus zeer zeker, ons distributie, het transmissiesysteem heeft heel veel nodig, ABS. We blijven huizen bouwen, de economie blijft doordraaien. Energie is cruciaal. Dus elke investering in energie komt ons alle ten goede.